I'm very happy we get to do this little interview about our upcoming production, Back to Ballet Classic and Back to Ballet Contemporary. It's not the first time we work with you. We have worked together quite a lot in the past years, and the orchestra is really happy to perform with you. So tell our audience a little bit more about you. Ja, ik ben met ballet begonnen, denk ik. Dat is denk ik nu 30 jaar denk ik, ongeveer met ballet bezig ben. Jullie zijn een van de eerste compagnieën geweest, nog een tijd terug, ik denk 15 jaar terug, waarmee dat we hebben samengewerkt. Ik denk meer veel van de mensen van het orkest lijken zo oude bekenden op de duur. Zo de, het is een, altijd een fantastisch terugzien. Het is een compagnie die ontzettend altijd zeer intens heeft gewerkt en ballet ook echt gerespecteerd heeft. Er was voor, nog dat ik in Londen ben beginnen werken, ben ik bij jullie gewerkt. En dan ben ik zo langzamerhand meer echt een specialist voor ballet geworden. En dan heb ik Parijs gedaan, dan heb ik Wenen gedaan. En dan ben ik met iedereen gaan samenwerken, ook op de Scala. En dan is die positie gekomen in Londen voor de Royal Ballet, ook samen met Birmingham Royal Ballet. En ja, dat is mijn vaste plaats. En, de uitnodiging nu ook, kwam uiteindelijk wel 4 maanden vroeger dan gepland. We hadden normaal een Stravinsky-programma samen in februari. Ja. En Mathieu belde mij op in, ik denk het was augustus, en ik was in München. En hij zei, ja, ben je vrij in oktober? Ik zei, ja, ik ben sowieso vrij. Ja, ik wilde mij het programma zeggen. Ik zeg, nee, je moet mij zelfs het programma niet zeggen. Ik kom! Omdat het ja, zeer aangenaam werken is. Dus met Ted Branson is het fantastisch werken. Met jullie, met het orkest, is echt geweldig werken. Dus er was geen enkele excuus. Zelfs niet het repertorium. Ik zei, ja, ik wil het gewoon niet weten. We moeten wel zien wat het erop afkomt. En ja, daarmee ben ik heel, heel graag op die uitnodiging ingegaan. So tell us a bit more about the repertoire for this production. Het is een zeer, ik vind het altijd heel moeilijk. Dat is denk ik ook, bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, welk programma stellen we voor aan een publiek? Om een publiek terug weer in een, ga je zeggen, een voorstellingsdrive, maar toch iedereen die komt in deze COVID-restricties, is toch wel ergens, ja, ik ben naar voorstellingen geweest, zo, met 500 man of nu met 250 man, is het een heel bewuste keuze geweest, denk ik ook, van dit, om een programma te nemen die zeer balletesk is, een zeer echt balletprogramma en ook bijna spiritueel, zeer virtuoos. Hij heeft echt gekozen voor de klassiekers zoals Corsair, zoals natuurlijk ook het grotere Paquita die hier een vast in het repertorium zit. Want ik denk dat het ook een heel moeilijke oefening is ook voor Ted om te kiezen tussen welke stukken kunnen we doen, welke dansers zijn aanwezig, wat kunnen we aanbieden, wat is haalbaar met een eventuele gereduceerd orkest. Dus er zijn zeer veel plots nieuwe parameters om een programma samen te stellen. En daar heeft, denk ik, Ted een heel aangename keuze gemaakt met de fantastische virtuose balletten on stage, met de fantastische dansers hier, voor Paquita, voor Corsair. Met de typische balletcomponisten natuurlijk, met Drigo, met Minkus, soms is het niet duidelijk, zelfs Corsair is normaal Adam, maar toch is het voor de pas de deux is het Drigo die de muziek geschreven heeft. Dan natuurlijk pas de deux, White Swan, fantastisch, enkel de fragment eruit. En dan heeft hij zelf tijd ook een creatie gemaakt, speciaal, op de Prokofjev symfonie. En de junior compagnie is ook aanwezig en zij dansen dan van Glinka. And is it the first production you are conducting since the corona pandemic? Ja. Yeah. We are lucky to be. Ja, ik heb kleinere dingen gedaan. We hebben, yeah. Normaal hebben wij een gala met de Royal Ballet morgenavond. Dus dan spreken we nu over, vandaag zijn we 8, dus 9. En als ik mijn directeur in Londen belde, Kevin O'Hare, en zei ja, ik heb het aanbod gekregen om in Amsterdam te gaan werken. En de datum was veranderd. Dus die kwam van de 3e naar de 9e. En dan clashte dat volledig. Dan kon ik het niet doen. Ofwel moest ik dit dan laten vallen. Ofwel om toch voor mijn eerste job ook met het orkest in Londen. En dan heeft hij zelf gezegd, ja kijk Koen, ik kan jij zeker niet weer houden om een reeks in Amsterdam te kunnen. Wij kunnen het niet aanbieden in Londen. Wij zitten gewoon nog altijd onder veel strengere maatregelen. En, we kunnen een gala doen, hopelijk gaat die door. Dus momenteel is nog altijd dat die morgen doorgaat. Die gaat door online,
met een zeer beperkt publiek. Hier zitten we toch aan 250 man, dus Nederland, Amsterdam doet het echt geweldig. En dit theater ook wordt echt van heel Europa bekeken en met zeer bewondering. Maar München is wel gestart, maar Brussel half, dus we zitten echt met een huis dat heel start heel goed is voorbereid. En wat is de repertoire voor Back to Ballet Contemporary? En daar zitten we met, voor het orkest live zitten we met een stuk van John Adams, Strings Alone. Ja. Dat hebben we gerapporteerd al vorige week, Shaker Loops. Ja. Dat is fantastisch, het is een fantastisch stuk. Oké, okay. Thank you very much. Met veel plezier.